Breda Nu. Je weet het meteen. Komende maandag ontvangt NHTV de sleutel van het klooster aan de Hopmanstraat dat onderdeel wordt van de nieuwe NHTV-campus. De zusters die in het klooster woonden zijn reeds verhuisd naar hun nieuwe onderkomen. Ze hebben niet alleen ruimte gemaakt voor een jongere generatie, maar lieten ook een hoop spullen achter die de verhuizing niet meemaakten. En dat mochten studenten met belangstelling gratis uitzoeken. De studenten lieten zich dat natuurlijk geen twee keer zeggen. De tafel, stoelen, kasten en serviesgoed van de zusters waren ze erg blij mee. Maar ook de staf van Sinterklaas, kerstballen, bijzondere schilderijen en zelfs een orgel zullen de Bredase studentenhuizen opfleuren. Binnen een uur waren al veel van de spullen van de zusters dankbaar opgehaald. Hoewel, een aantal spulletjes zoeken nog een nieuw onderkomen. Ik zag hem tegen de muur staan en ik denk, wow, Sinterklaasstaf. Ja, ik ben de baardland laten groeien. Ja. Wat ga je ermee doen thuis? Ik heb nog geen idee, ik vond het ding gewoon veel te mooi. En waarom ben je hier vandaag gekomen? Nou, ik was net op weg naar huis en toen zei mijn maatje, yo Tim, je moet naar de klooster komen, want dan mag je gewoon binnenlopen en pakken wat je wil. Dus ik dacht, ja, ik waag het eens een kans en toen zag ik die staf staan. Waar ben je nog meer naar op zoek? Geen idee. Gewoon kijken of ik iets zie en waarvan ik denk van, wow, dat ziet er vet uit. Hé, hey, wat hebben jullie gescoord? Geen idee. Waar kom je voor? Had je een idee, had je een doel? Nou ja, we zijn bezig met het organiseren van een introductiekamp voor de NHTV, Camp Lost. En ja, het thema is industrieel, dus een schep, een emmer, een mooie klok. Maar ja, dit is mijn mooiste vangst, maar ik heb geen idee wat het is. Thank you.